Zijn we weer. Hallo, welkom terug bij Dashcams. Oftewel, Dumper Dashcam app 23. Waarom doen ze het niet gewoon nummer 23? Waarom is het app? Is er dan ook een keer een vloed? Dat is leuk, want app schrijf je niet zo. Wat voor blamage gaan we nu tegenkomen? We gaan het zien. Let op, het gaat nu gebeuren. Nee. Hallo. Hallo. Er is geen oversteekplaats, hè? Nee. Pardon mevrouw, u bent er geen bestuurder. Ik heb helemaal geen voorrang, joh. Domme blonde. Kijk, zo'n interactie maakt je dag alweer helemaal goed. Ik neem nog een slok. Hey, yo. Kalm aan. Als er één ding wordt geleerd bij de rijlessen is... Zulke soort shit niet doen. Gewoon absoluut niet doen. What the fuck? Ja, die moesten we heel dringend. De afslag. Is dat Hilversum? Kan ik dat op het bordje zien? Volgens mij is dat Hilversum. Of in ieder geval daarbij in de buurt. Hilversum Baren. Jippie! Hoorde ik dat nog goed? Dat wil ik nog één keer horen. Hallo. Ik weet niet hoe ik hallo zeg in het Pools, maar... De uiting, geweldig. Ik snap alleen niet, kijk, weet je... Dat de Mercedes in kwestie rechts inhaalt, fout, niet doen, logisch. Maar vervolgens gaat zitten brake checken... Ja, perdone! Hier, hier. Voor Michał! Dan ben je ook gewoon niet goed hoor. Om dit gewoon midden op een snelweg te doen, zoek een fucking hobby of zo, man. Oh, serieus? Wat voor intentie hadden zij? Heeft hij iets in zijn hand vast? Behalve de deur? Volgens mij heeft hij de deur klink vast. Ja, en zijn rechterhand zit tegen het rubber aan. Ja, maar dat geeft mij... What the fuck? Doe even normaal. Doe gewoon even normaal. Meer kan ik niet zeggen. Doe gewoon even normaal. Wie weet wat hun intentie was. Maar het is niet jovel om dan met z'n tweeën uit te stappen. Dus ik snap de bestuurder hartstikke goed van het wegrijden. Subliem gedaan. Lekker. Yippie! Doe dat niet. Meerdere wegen, Rome. Een navigatiesysteem die zich aanpast als je de verkeerde afslag hebt genomen. Nee. Nee. Zo, jongen. Dat is niet normaal. Dat is zeker niet normaal. En de focus van de camera ook niet normaal. Wellicht... Ik wil een focusdrink geintje maken, maar weet je... Nee. Nee. Nee, het is gewoon een kutcamera. Punt. Zal waarschijnlijk een zinktekort hebben. Nou, wat zitten we er toch wel lekker in, hé? Lekker als een zoutzak. Hallo, meneer die Brian Adams aan het luisteren is. Wat ziet u hier? Iemand die naar rechts wil. En deze persoon... Gaat niet versnellen. Of is de dashcam-bestuurder aan het versnellen? Eens even kijken. Want dit is waarschijnlijk zo'n walgelijk punt van een oprit/uitrit. En dat het zo naast elkaar komt. Vandaar de blokjes, et cetera. En de snelweg, de parallel. Ja. Moet ik het paint? Paint. Pirate Software kan ook altijd heel goed uitleggen met paint. Weg. Zoiets. Snap je wat ik bedoel? Dan heb je hier die blokjes. Snelweg A en B. En A wil naar rechts. En B blokkeert het pad. B moet gewoon eens even minder op zijn duim gaan zitten. En gewoon even gas loslaten. Of A moet accelereren. Ze gingen beide accelereren. Dus dat was het gekloot. Wat je krijgt... Is ellende. Als jullie beide gaan accelereren... Kijk, stel de dashcambestuurder wil naar links... Zal hij ruimte moeten maken of iemand zal moeten opgeven. Maar ik hoor geen knipperlicht van de dashcambestuurder... Dus wie weet wat zijn intentie is. Ik bedoel, hij rijdt op de rechte baan. Dus je kunt er stiekem vanuit gaan. Oké, die blijft op de rechte baan. Maar voor het duidelijkheid. Had het dan gewoon even aangegeven dat je rechts wilt blijven. Want nu, de persoon links in beeld. Wilt ook naar rechts toe. En je blokkeert het pad door te accelereren.
En dan word je afgesneden. Het is een leswagen! Ja! Kom op. Vind ik dat de leswagen het nog best oké heeft gedaan. Hij werd gewoon in zekere zin aan de kant geduwd. Wat een eigenaardig punt ook eigenlijk. Zien we dit? De afrit, om het zo maar even te noemen, wordt breder op het moment dat er eigenlijk geen ruimte meer is om van links naar rechts toe in te voegen. Al hadden ze dat nou gewoon even eerder gedaan, dan had de dashcam-bestuurder eerder naar rechts gekund, waardoor mensen aan de linkerkant van de blokjes gewoon nog hadden kunnen invoegen, zonder dat het trammeland is. Maar goed, wat weet ik nou van infrastructuur? Wat doe je? Hebben we zojuist een nieuwe gevonden? Mercedes'en houden van breakchecken. Ik weet niet, dat is nu al 2 keer voorgekomen. Zeker omdat er ook leswagen bovenop staat en een 06-nummer, weet je, is het nogal erg frappant om dat te doen. Yo! Hé? Maar hoe zie je dat niet? Oh, hier schrik ik van. Oké, ik ga kijken wat er gebeurt. Jullie gaan nog niet kijken. Oké, jullie mogen dat inderdaad niet zien. Dat is iets te... Nou, dat is niet gepast. Dat is niet hoe de weg werkt. Je zou zeggen, weet je, er staan hele duidelijke witte lijnen op de grond. Die zal je dan wel moeten volgen, weet je. Echt van, dat begeleidt het verkeer een beetje een kant op. Kan je ook gewoon compleet maling aan hebben. Hup, lekker stuiter over een verhoging. Om langs de vrachtwagen te gaan. Kijk, weet je, ik snap de frustratie dat je niet achter de vrachtwagen met hooibalen wilt. Maar dit kan je niet doen. Dit is uit den boze. Bro, het lijkt me niet alsof je haast hebt, want je hebt 2 fietsen achterop, weet je. Dan zou je zeggen, dan ga je er even lekker een dagje tussenuit. Ga je even lekker rustig een rondje fietsen. In de natuur. Even lekker... muggen inhaleren, omdat je ademhaling eigenlijk verrot is en je voornamelijk via je mond zit adem te halen als je aan het fietsen bent. En dan zit er een mug in je keel. Dat doe je als tijdverdrijf. Ik snap dat, weet je. Doe lekker rustig aan. Die 10 meter achter een hooibalen vrachtwagen zal je vast ook wel overleven. Jezus lul, ben je toch voor een hersenloos, joh. Pakketjes bezorgen, vanuitgaand dat het een postbezorgbusje is. Is dit bij Amersfoort? Ik wil zeggen ja, but I'm not sure. Hey, Schipper, heb je ooit problemen gehad met je logo omtrent, weet ik veel, een of andere muziekherkenningsdienst? Ik wil niet veel zeggen hoor, Schipper, maar jullie logo's zijn nagenoeg identiek. Behalve dat het vakje anders is. Don't shoot the messenger, hè? Dat is jullie pakje aan met de legaliteit. Aan de kant voor de Volkswagen. Komt uit onverwachte hoeken. Zelfs op plekken waar je niet mag inhalen. Daar haalt de Volkswagen in. Nou, kwam een van jullie ook met een comment. En die vond ik eigenlijk wel... sloeg wellicht wel een beetje de spijker op zijn kop. Echt van, Volkswagen is gewoon een heel populair automerk. Dus er zijn er meer van op de weg. Dus dan is de kans groter dat er dan vreemde activiteiten gebeurt met die auto's. Sure, vind ik een heel valide argument. Ook al zijn er meer auto's van, het valt wel op. That's a big no-no. Het is een beetje deer in headlights idee van... ah, ik ga totaal niks veranderen... terwijl er 2 grote witte lampen op me afkomen. Het is niet heel schön. Oh mijn god. Het is een stoppolitie en die gast ontwijkt hem gewoon. Maar waarom stopt de politie dan ook? Die zag het waarschijnlijk al aankomen. Ja, ik weet wat de politie hier probeerde, maar het was helaas niet gelukt. Ik denk dat de politie in kwestie wilde afremmen, zodat de vrachtwagen links eigenlijk een beetje op gelijke hoogte zou komen, waardoor uiteindelijk inderdaad het voertuig in kwestie niet ertussendoor zou kunnen glippen. Wat dus wel gebeurde. Dus wij hebben hier gewoon een... criminal on run, hè? Criminal on run. Lijkt me niet dat hier uiteindelijk iets uit is gekomen, maar het is wel interessant om te zien. Waarbij bijvoorbeeld in de Verenigde Staten worden gewoon echt achtervolgingen zo gewoon op het nieuws, live, allemaal meemaken, leuk. Kom je dat hier niet zo gauw tegen in het Koninkrijk der Nederlanden? Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Zo deze letterlijk niet in de aflevering van vorige keer. What the fuck gebeurt er? Ja! Wat is het verschil wat we tussen deze 2 frames zien? Het is
Nummer dashcam, app 22. Nummer dashcam, app 23. Zijn jullie nou jullie eigen materiaal aan het recyclen? Oh. Dat is mijn geschokte gezicht. Dat is mijn geschokte YouTube gezicht. Soms vraag je inderdaad wel eens af, hoe de fuck kan deze bandspoor hier in de modder komen als je op een snelweg rijdt? Dus hè, hoe heeft dat zich ooit voort kunnen komen? Zo, gewoon letterlijk aan de kant van de weg geduwd te worden door een andere mede-chauffeur. Dan probeer je even te achterhalen wat voor persoon achter het stuur zit. Wacht even hoor. Ah, hij is geblurred. Hij is geblurred. Je kan het niet zien. Niet tegen de richting in rijden. Thanks voor de tip, Don. Hey, daar ben ik voor. Daar ben ik voor. Geen nood. Er is meer lesmateriaal in de vorm van Dashcam Holland part 1. Crash, boom, auto. Lekker bij Amersfoort. Lekker van de weg gereden worden. Is het weer een Mercedes? Of is het een Peugeot? Gaat wel aan de kant, maar jemig, neem even vooral je tijd. Die zal waarschijnlijk zich ook een ongeluk schrikken, letterlijk. Ik hoop dat ze hun groene papieren mee hebben in de auto. Groen papiertje heb je meestal in de auto zitten als je een ongeluk hebt gehad. Voor de verzekering is dat. Dit is genieten. Dit is genieten. Haaien tanden. Nooit van gehoord. Nou moet ik ook zeggen, luister of je tik, 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 tik hoort. Ik weet niet, ik hoor gewoon zo'n lekker radiootje galmen. Ik hoor geen knipperlicht signaal. Dus ja, de auto in kwestie hier rechts moet inderdaad dan stoppen. Want je weet het niet zeker. Maar alsjeblieft, dat is mijn tip naar jou toe. Behandel een rotonde alsof het een kruispunt is. Dus al wil je linksaf gaan. Ik pak paint er weer bij hoor, ik ga het uitleggen. Nu gaat het gebeuren. Rotonde. Maar aanschouw het als een kruispunt. Dus als jij van deze kant afkomt en je wilt hem driekwart nemen naar links toe, dan doe je je knipperlicht naar links. Al wil jij de eerste afslag hebben, doe je knipperlicht naar rechts. Al wil je rechtdoor, doe je geen knipperlicht. Pas op het moment dat je gaat afslaan, doe je knipperlicht. Hetzelfde geldt natuurlijk uiteindelijk ook voor links. Als je je afslag wilt nemen, dan doe je knipperlicht van ik wil dan afslaan. Dat lijkt mij wel vanzelfsprekend. Maar onthoud, behandel het als een kruispunt. Dus je wilt naar links, je geeft links aan. Je wilt naar rechts, je geeft rechts aan. Je wilt rechtdoor, je geeft niks aan, pas als je afslaat. Dat maakt het zoveel makkelijker voor iedereen. Ik weet dat daar op een gegeven moment een soort shift in is geweest van lesstof. Mensen die vroeger hun rijbewijs hebben gehaald, zullen dat waarschijnlijk niet doen. Maar mij is het aangeleerd, behandel het als een kruispunt. Het is ook gewoon nog een Volkswagen, hè? Aan de kant van de Volkswagen. Weet je, ik verwacht nu van Volkswagen Nederland een reclame met het liedje van Herman van Veen. Opzij, 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 maar klas, maar klas, maar klas. Zo, en dat ze dan zo door het verkeer heen banjeren. Zo'n reclame verwacht ik. Zal het ooit gebeuren? Weet ik niet. Maar ik heb jullie zojuist, Volkswagen Nederland, bel me. Ik heb jullie zojuist een idee gegeven. Aan de kant voor de Volkswagen. Jippie, het is weer richting Amersfoort. Vanuit Hilversum. Dus het kettingbotsing gehalte. Simpelweg, hou afstand. Ik heb het eerder gezegd. Ik zal het nog een keer zeggen. Links van mij ziet u paaltjes. Deze paaltjes geven elke 50 meter staan die. Als je best vlot rijdt, hou die afstand tussen voertuigen. Kan je zeggen, ah, dat is wel erg veel. Beter het zekere voor het onzekere, toch? Hou gewoon ruimte met je voorganger, zodat je ook tijd hebt om te reageren. Houd voldoende afstand. Punt. Yo, fucking Hollywood. Bliksem. Dankjewel dat je dat even op beeld staat. Bliksem. Of was dat een referentie naar de film Cars? Ik hou ervan als mensen niet in hun spiegels kijken. Want God verbied, dit had je toch kunnen zien aankomen. Want de dashcambestuurder zit eerst achter je. Dan links achter je. Dit had je in je buitenspiegel kunnen zien. En op dit punt had je het in je dode hoek kunnen zien. Dus je had de dashcambestuurder gewoon één op één kunnen volgen. In je dikke, vette... Wat is het, een Dodge? Maar weet je, als je al die stappen gewoon overslaat en gewoon ik ga nu naar links, dan gebeurt er dit. Gewoon, weet je, opletten op andere mensen. Nee, heb ik een hekel aan. Ik hou van capuchons.
Ja, die schrikt zich ook. Een ongeluk. Nee, kijk, wat ik me afvraag. Als je al de intentie hebt om de witte Volkswagen achterna te gaan, zeg maar. Om te keren. Waarom draai je dan niet al? Waarom draai je dan niet gewoon desnoods haaks? Zodat je beide kanten even goed kan zien. Maar door eigenlijk één kant op te staan, geef je voorkeur voor het kijken, zeker met een capuchon, aan één kant. Terwijl, what the fuck, auto's kunnen van twee kanten komen? What the fuck? Het handje in kwestie, alles is weer oké, hij heeft zijn fout herkend. Dat zien wij graag. Vreemde actie, laten we dat even voorop stellen. Ik bedoel, hij doet zijn naam eer als Volvo chauffeur. Er zit toch echt iemand? Je geeft je intentie inderdaad aan. Chapeau, we weten wat je van plan bent. Maar er zit toch echt iemand? Je zult toch echt even moeten wachten? En dat gebeurt niet. Wat zien we hier achter de grijze Volkswagen? Ruimte? Oh, een beetje ruimte? Nee, gewoon doordouwen. Gewoon doordouwen. Gewoon doordouwen. Gewoon doordouwen. En hij past. Hey, lekker bezig. Met nog zo'n lekkere baby on board sticker hierachter, hè? Lekker verantwoordelijk rijden. Met een kleine achterin. Maar wie ben ik om te oordelen? Echt, dit rijgedrag. Ik stoor mij hier aan. Oké, ingevoegd. Hard remmen. Veel te hard weer gas geven. Weer remmen. Dit is... Kom op. Het staat stil. Je hoeft niet... gas geef je met je grote teen. Niet doordat echt het gestamp. Maar wat probeer ik ook, want we hebben het tegen een Volvo chauffeur. Niet in slaap vallen. Dat is heel moeilijk hierbij. Je moet ze gewoon niet tellen. Je moet gewoon zeggen, er is een zee van schapen. Een flok. Een kudde. Oh, wacht. De herder is er ook gewoon bij. Dat is die man die erachter loopt. Sorry, mijn heer herder. Maar moet dit over de openbare weg heen? Ik mis hier heel wat context. Iedereen maakt fouten op de weg. Helaas is dat onvermijdelijk. Maar je kunt wel zoveel mogelijk je fouten proberen te voorkomen door gewoon veilig en verantwoord te werk te gaan. Twee video's daarnaast mij. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.